Dag, dames en heren. De inspectie van Veiligheid en Justitie gaat onderzoek doen naar de zelfdoding van vluchteling Hussein Ali Abdelhamer. De man pleegde afgelopen zaterdag zelfmoord in de noodopvang in Alphen aan de Rijn. En in Alphen aan de Rijn staat onze collega Doreen Snijders. Ja, Doreen, jij was vanochtend daar. Toen werd bekend dat er een onderzoek moet komen. Er wordt gesproken van een wanhoopsdaad van deze Hussein. Hoe is de sfeer daar vandaag? Ja, de sfeer was rustig hier vanochtend. Ze hebben binnen ook nog Hussein herdacht. Maar wat je wel merkt is dat de vluchtelingen enorm veel vragen hebben. Ze moeten namelijk lang wachten voordat hun procedure begint. En eigenlijk wordt hun ook maar niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren. Ja, en vandaag bezocht Kamerlid Voor de Wind van de ChristenUnie de opvang. Wat was zijn observatie daarbij? Ja, de dood van Hussein heeft hem zeker wel aangegrepen. En hij heeft hier binnen ook de kamer bezocht waar Hussein woonde. Ja, natuurlijk die zelfdoding, dat grijp je naar je keel. Ik ben ook bij de cel geweest waar hij zich heeft verhangen. Ik heb met de celgenoot, dus de kamergenoot van hem gesproken. Ja, mensen zijn zeer aangeslagen. We zijn bij een ceremonie geweest ter herdenking van Hussein. Ja, de frustraties bij de vluchtelingen, dat is ook wel iets wat hem wel is opgevallen hier. Kijk, ze zitten hier al maanden te wachten en ze hopen maar iets te horen, zodat ze duidelijkheid hebben. Niet alleen voor hunzelf, maar vaak ook voor het gezin wat zij nog thuis hebben achtergelaten. Die willen ze graag deze kant op brengen, maar daarvoor moet hun procedure in gang worden gezet. Dit gebeurt maar niet en dit is enorm frustrerend voor de vluchtelingen hier. Ja, men doet zijn uiterste best om mensen op te vangen. Maar ja, de meeste mensen zitten natuurlijk toch te wachten totdat ze weten of ze door mogen naar een registratiepunt van het IND. En dat geeft heel veel frustratie. Onderzoek moet nu aantonen wat er hier in het geval van Hussein is gebeurd. Alleen Stichting Hoop voor Vluchtelingen heeft niet het idee dat een onderzoek nu de oplossing is. Nog een onderzoek. Ja, maar van de andere kant, dat gaat nog lang gaan duren. En ik ben iemand die mensen graag wil helpen en niet door de protocol wordt verstikt zoals degene die nu zijn einde aan zijn leven heeft gemaakt. Dus ik denk van nou, laat de onderzoek maar komen, maar help de mensen ook tegelijk. Wat zou er moeten gebeuren volgens u? Laat de mensen die willen vertrekken maar vertrekken. Kamerlid Voor de Wind geeft aan dat hij dit morgen alles ter sprake stelt tijdens het Tweede Kamerdebat.